Leuk dat je kijkt naar Excelsior 31 TV. Elke maandag en vrijdag houden we jullie hier op de hoogte van de corona-challenge van Excelsior 31. De challenge van afgelopen week was als volgt. Houd met iets anders hoog dan een voetbal. Er kwamen heel veel inzendingen binnen. Zoals deze van trainer Daan Lichtenberg. Zijn record staat op 14 keer met een wc-rol. Ook oud-Excelsior 31 spelers lieten zich zien. Mats Viers, speler van de Graafschap onder 19, vond dat hooghouden met een bal veel te makkelijk was. Oud-Excelsior 31 speelster Naomi Hilhorst liet zien dat ze ook in deze tijd niet stil zit. De oranje speelster blijft in topvorm. Pim Tusveld was op zoek naar een nieuwe uitdaging en besloot latjetrap te gaan doen. Levi Dengerink overspoelde het account met creatieve challenges. En dit was de mooiste. Ga zo door! Om alsnog een beetje samen te zijn in deze tijd, liet JO15-1 de toiletrol de hele stad doorgaan. Laurens, het Instagram-account van Excelsior 31, Corona Challenge Excelsior 31. Dat is een Insta-account, maar wat is dat account precies? Dat is eigenlijk een vervolg op de Zomer Challenge-account. Het is eigenlijk ook hetzelfde account, alleen we hebben een andere naam gegeven. En het idee lag er eigenlijk direct al op het moment dat bleek dat de voetbal er een tijdje uit zou liggen. Je hebt hem al trainen van onze onder 17-2. En de ideeën lagen er al en zo is het balletje eigenlijk al snel gaan rollen. En hebben we in overleg met onze hoofdjeugdopleiding eigenlijk bepaald beslist dat we dat ook in deze periode zullen gaan doen. Ja, wat voor account is het precies? Het is eigenlijk gewoon een standaard Instagram account. En de bedoeling is eigenlijk dat onze jeugdspelers, jeugdspeelsters challenges gaan doen thuis. Wij hebben natuurlijk al een voorzet gedaan. De eerste voorzet is al door jou gedaan, een voorbeeld van een filmpje. Maar de spelers kunnen ook zelf creatief zijn en zelf challenges bedenken en die ook gaan insturen. Of naar het account zelf, of zelf filmpjes plaatsen en dan even het account daarin taggen. Ja, die filmpjes komen bij jou terecht en dan komen ze op het Instagram account. Wat ook nieuw is, is dat de beste challenges dit jaar gedeeld worden op het kanaal van Excelsior 31 TV. Wat vind je van dat idee? Ja, helemaal super. Want hoe meer aandacht, hoe meer animo denk ik dan. Dus vooral voor jeugd leuk om te laten zien wat ze kunnen. En om daarin erkenning te krijgen. En het belangrijkste is natuurlijk dat we met elkaar in beweging blijven in deze tijden waarop we met z'n allen wat minder kunnen doen. Ja, en hoe sturen we een challenge naar dat account toe? Je kunt eigenlijk gewoon, een message sturen, een DM. Als je ons gewoon tijd kunnen we het filmpje eventueel ook al pakken. Dus dat moet goed komen. Dan gaan we nu kijken naar de challenge voor dit weekend. De komende weken zullen Stijn Beverdam en Jasper Veldkamp, spelers die vanuit de jeugdopleiding het eerste elftal hebben gehaald, de oefeningen voordoen. We beginnen met de oefening van Stijn Beverdam. De oefening is als volgt. Hoofd, schouders, knie en teen. Eerst kop je de bal omhoog. Daarna vang je hem op met je schouder, daarna met je knie en daarna met je voet. Is het nou te makkelijk? Dan doe je het ook met je linkerkant. Bedankt voor het kijken naar Excelsior 31 TV. Maandag zijn we er weer. Volg onze Instagram account Corona Challenge Excelsior 31 voor de nieuwste Corona Challenges. Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door Shubi Reisen en Kapsalon De Look.